Minister-president Jan Jambon wil een einde maken aan de huidige onhoudbare situatie in de Belgische politiek. Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken roept Jambon op tot samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang. En Karim van Overmeijre houdt enkele beweringen over de Gulden Sporenslag tegen het licht. Mijn naam is Stijn de Rudder en welkom bij een nieuwe aflevering van Pal erop. Op tal van plaatsen in Vlaanderen werd op maandag 11 juli de Vlaamse feestdag gevierd. Traditiegetrouw wordt 11 juli door de Vlaamse beweging en Vlaamsgezinde politici aangegrepen om voor meer autonomie of voor onafhankelijkheid te pleiten. In Kortrijk op de vooravond van 11 juli hekelde Vlaams minister-president Jan Jambon de Belgische staatsstructuur, die volgens hem muurvast zit. U hoort Jan Jambon. Laten we alsjeblieft na de volgende federale verkiezingen een einde maken aan de huidige onhoudbare situatie. De meeste bevoegdheden moeten nu eindelijk bij de deelstaten terechtkomen. Niet halfslachtig, maar helemaal. Want Vlaanderen wil hoger en verder vliegen. Zelf vliegen, op eigen kracht. Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken roept in zijn speech Jan Jambon op om samen te werken met het Vlaams Belang. U hoort Tom van Grieken. Beste Jan Jambon, verander nu toch eens het geweer van schouder. Nu de PS het confederalisme heeft afgeschoten. Kies nu toch samen met het Vlaams Belang voor die eenzijdige soevereiniteitsverklaring in 2024. Zodat we samen werk kunnen maken van een ordelijke boedelscheiding. Samen kunnen we eindelijk de Vlaming geven waar ze nu al zo lang voor stemmen. Een rechts- en Vlaams beleid. Wanneer er dus een V-meerderheid is, moet die dienen om een V-regering te vormen en vanaf 2024 beginnen we te bouwen aan die Vlaamse onafhankelijkheid. In zijn boek De Gulden Sporenslag toont Karim van Overmeijre aan dat 1302 in de eerste plaats een nationale bevrijdingsstrijd was. Het is daarom logisch dat de Gulden Sporenslag een inspiratiebron vormde voor de Vlaamse beweging. Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw is er echter in Vlaanderen een stroming dominant die je moeilijk anders kan omschrijven dan antinationalistisch en anti-identitair, vertelt Van Overmeijre. Dat vertaalt zich ook in de manier waarop geschreven wordt over de Gulden Sporenslag. De riddeltjes zijn ondertussen wel bekend, zoals bijvoorbeeld dat de Gulden Sporenslag geen nationale strijd was, of dat er Walen meevochten in het Vlaamse leger. In het palieterke van deze week houdt Karim Van Overmeijre 5 beweringen over de Gulden Sporenslag tegen het licht. Ik besprak er 2 met Van Overmeijre, de huidige eerste schepen van Stad Aalst. Een van de beweringen die de ronde doen in verband met de Gulden Sporenslag is dat de Brabanders meededen met de Fransen. Dat heeft natuurlijk zijn oorsprong in het feit dat in dat Frans leger inderdaad wel een aantal Brabantse edelen aanwezig waren. Maar er waren evengoed in het Vlaamse leger Brabantse edelen aanwezig. Dus om te zeggen dat de Brabanders aan de Franse kant stonden, dat lijkt mij geen goede basis te hebben. Integendeel, als je onder de Brabanders het hertogdom Brabant verstaat, met dan de hertog, dan zie je dat die eigenlijk de jaren voor en na de Gulden Sporenslag stond die aan de kant van de Vlamingen. Niet omdat die hertog zo uitgesproken Vlaams gezind was, maar wel omdat je moet zien in het kader van een brede anti-Franse coalitie die door de Engelse koning is opgezet, waarbij de graaf van Vlaanderen wordt ingeschakeld, de hertog van Brabant wordt ingeschakeld. Eventjes ook de Engelsen zelf, een aantal Duitse vorsten, die zitten allemaal in een grote anti-Franse coalitie die aangestuurd wordt eigenlijk door de Engelse koning. Dus in dat internationaal perspectief kan dat ook bekeken worden. Een andere bewering die vaak de ronde doet en steeds terugkeert, is dat Conscience een Belgicist was. Hoe zit dat exact met die uitspraak? Ja, dat is natuurlijk iets wat je heel vaak hoort. Hè. Haha, domme Vlaamse nationalisten. Conscience was eigenlijk een Belgicist. Dat veel hangt natuurlijk af van wat je onder Belgicist bestaat. Hè. Je moet goed de omstandigheden bekijken waarin Conscience zijn Leeuw van Vlaanderen schrijft in 1838. Hè, die Belgische staat die bestaat dan 8 jaar, die moet eigenlijk nog vorm krijgen. Conscience ziet dat die nieuwe staat, dat nieuwe België, hij vindt dat aansluiting moet zoeken bij Noord-Europa, bij de Duitse wereld, bij de Scandinavische wereld. Hij vindt dat die nieuwe staat, dat daar het Vlaamse element eigenlijk dominant moet zijn. Dat is in de idee van Conscience, de bedoeling van België om een staat te hebben waarin dat Vlaams element doorweegt, dominant is. En dat zie je ook in
in alle boeken die hij schrijft, je kan moeilijk zeggen dat de Leeuw van Vlaanderen, dat is een uitgesproken pro-Vlaams boek natuurlijk, met waarin Conscience zijn haat tegen Frankrijk, maar nog meer tegen de Fransquillons, uitschreeuwt. Je ziet dat ook als Conscience zich even in de partijpolitiek waagt. Hij vindt de katholieken, hij vindt de liberalen, hij vindt die allemaal niet Vlaamsgezind genoeg. En hij komt op bij de verkiezingen als onafhankelijke Vlaamsgezinde kandidaat met een zeer Vlaamsgezind programma. En dus ja, dat klopt dat Conscience in 1838 het voortbestaan van België als dusdanig niet in vraag stelt. Maar hij pleit voor een België dat heel Vlaams is. En dat is wel een andere België natuurlijk dan wat Belgicisten doorgaans voorstaan. Dus Conscience een Belgicist noemen is eigenlijk de waarheid toch wel een beetje geweld aan doen. Telkens wanneer het mooie weer is, zijn er problemen in recreatiedomeinen. Denk maar aan de Blaarmeesen bijvoorbeeld. Deze keer in Puinbroek, ook in Oost-Vlaanderen. Enkele jonge meisjes werden daar deze week lastiggevallen door handtastelijke mannen. De politie kwam tussen beiden en moest ook voor andere incidenten opdraven. We vroegen een reactie aan Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin de Poortere, meer bepaald wat zijn KO-plan is en of het zou helpen tegen dergelijke toestanden. U hoort Ortwin de Poortere. KO-plan staat voor de knock-out. Wij willen de ruilschoppers die in de recreatiedomeinen, maar ook aan de kust, overlast plegen. Die willen we eigenlijk met het kordaat plan uitschakelen. En in onze aanpak moet dat een zeer grote ketenaanpak zijn. Dat wil zeggen dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, zowel op federaal niveau, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie, maar ook de gouverneurs, ook de burgemeesters, ook de lokale politiezones, ook de federale politie. Elk hebben ze een verantwoordelijkheid om die raadschoppers aan te pakken. En voor ons zijn er toch wel een aantal duidelijke maatregelen die liever vandaag dan morgen moeten genomen worden. 1. Men moet het probleem benoemen zoals ze zijn. Het zijn veelal allochtone jongeren die afgezakt zijn vanuit Brussel of vanuit Noord-Frankrijk of vanuit Nederland. Men kent die ruilschoppers, men weet wie die ruilschoppers zijn. Dus moet men eigenlijk al preventief beginnen screenen. En daar ligt de verantwoordelijkheid van de spoorwegpolitie. Men moet screenen aan de stations van vertrek. Men moet ook screenen aan de verschillende openbare vervoersmaatschappijen, aan de bussen, trams en zo verder. Dat is 1. 2. Men kan en men mag aan de grenzen controles uitvoeren, tijdelijk, als men ziet dat daar overlastplegers mee tegengehouden kunnen worden. Wij stellen voor om tussen 1 juli en 31 augustus jaarlijks periodieke grenscontroles in te voeren, met uiteraard akkoorden met de Franse en Nederlandse politiediensten. Daarboven willen we ook de toegangswegen controleren. Daar ligt een taak weggelegd voor de federale politie, maar ook voor de lokale politie. Men kan dat onder meer door ANPR-camera's, maar ook door het preventief screenen van wie zich begeeft naar recreatiedomeinen. En tenslotte, justitie, die moet zeer snel werk maken van het opleggen van strafmaatregelen. Het gaat niet op dat de politie wel haar werk zou doen, maar dat justitie in gebreken blijft, zodanig dat er eigenlijk een soort van straffeloosheid ontstaat. En de dag erop diezelfde overlastplegers terug aan die recreatiedomeinen en aan de kust staan. Er was vandaag sprake van Franse mannen in Puinbroek die jonge meisjes zouden lastiggevallen hebben. Zou dan met jullie plan, met die grenscontroles, zou het dan gelukt zijn om die Fransen tegen te houden? Deels wel. Als men preventief werkt en men kan inderdaad al aan de grens screenen wie er binnenkomt, dan denk ik dat er daar al een eerste filter zit op alles. Maar 2, wat dat misschien nog belangrijker is, dat is dat die overlastplegers ook opgenomen worden in een databank. Dat men met andere woorden registreert wie zich bezondigt aan rellen op onze domeinen, aan onze kust. En dat die veelplegers, want die keren meestal terug, dat die veelplegers ook niet meer binnen geraken in die recreatiedomeinen. In dit geval in Puinbroek staat er inderdaad een controle, zijn er ook hekken geplaatst. Maar het grote probleem is dat die
overlastplegers niet geregistreerd staan, zodanig dat die zonder probleem binnen geraken. Dus daar ligt wel een taak weggelegd. Men moet plaatsverboden durven uitspreken. Dat is de bevoegdheid van de burgemeester. Die moet dat in veel gevallen het heft in handen nemen. Plaatsverboden durven uitspreken, zodanig dat die overlastplegers, die railschoppers, opgenomen worden in een databank en dat ze geen tweede keer meer naar datzelfde domein kunnen gaan. Dus op deze manier, denk ik, kan er al zeer veel verholpen worden. Nomen est omen. Onze naam beïnvloedt hoe mensen over ons denken, schrijft Jurgen Seder in zijn wekelijkse rubriek Instrumenten voor Inzicht. Dat een naam een invloed uitoefent op hoe anderen ons inschatten, is in heel wat studies aangetoond. Zo blijken Duitsers positiever te denken over een Marie of Sophie dan over een Chantal of een Cindy. Denk bij ons eens aan een Kenji of Johnny bijvoorbeeld, of Mohammed of Mustafa. Die namen roepen heel wat op en niet altijd iets positiefs. Hoe zit het met Karim? Vroeg Jurgen Seder zich af. Wel, ik heb het eens gevraagd. U hoort opnieuw Karim van Overmeijre. Gewoon last is een groot woord. Hè. Er zijn, ik heb wel al andere dingen meegemaakt, zoals iedereen in zijn leven, die nog wat lastiger zijn. Toen ik een kind was, was die naam compleet onbekend. En naarmate er meer immigratie kwam in Vlaanderen, ja, wordt die naam bekender, maar men associeert dat natuurlijk. Men vraagt zich af, van waar komt die naam eigenlijk? Hè? En dan denk je dat je dan... Of associeert men mij met een of andere vreemde afkomst nu op zich? In C is dat geen probleem natuurlijk, maar dat vraagt altijd wel een uitleg. Vooral omdat ik eigenlijk, als ik mijn stamboom kan terugtrekken... Ik stam af van heel, heel eenvoudige mensen uit het Waasland en de streek van Overmeere. En daar zitten geen, Noord-Afrikanen of mensen uit het Midden-Oosten in. Dus ja, heb ik daar last van. Het is altijd een goed gespreksonderwerp. Hè. Veel mensen spreken je aan daarover en dan kan je dat verhaal vertellen. Maar ik zou nooit mijn kinderen als eerste voornaam een ongebruikelijke voornaam geven. En dat opzicht, ja, dat vertaalt dan toch misschien een beetje de probleempjes die ik ermee gehaald heb. Terwijl ik het vertel, het allerergste wat me eigenlijk gebeurd is dat ik als 11-jarige op een kamp, een vakantiekamp, ingedeeld werd bij de meisjes. Want ze hadden niet Karin, maar Karin gelezen. Ja, ja. Ik kan je wel voorstellen wat voor absolute vernedering dat is om als 11-jarige de meisjes te moeten gaan staan. Enfin, dat heeft dan maar een paar seconden geduurd natuurlijk. Maar het feit dat ik me dat nog altijd herinner is toch nog altijd een teken dat nog wel ergens speelt. Het gaat niet goed met de Belgische overheidsfinanciën. Grootste boosdoeners zijn de pensioenen en de vergrijzingskosten. Een pensioenhervorming is dringend nodig. Chef politiek Pieter van Berkel met de analyse. Die pensioenhervorming waar nu over gediscussieerd wordt, als die er al komt, zal die toch niet veel om het lijf hebben. Bij onveranderd beleid dreigt de overheidsschuld volgens de Nationale Bank op te lopen tot 130% van het BBP in 2030. Dat komt vooral door de kost van de pensioenen en de vergrijzing. In 2050 zou dat cijfer maar liefst 170% van het BBP bedragen. Het gaat ook niet goed met de wereldeconomie en een nieuwe schok dreigt om de hoek te loeren. Landen als Duitsland en Nederland hervormden de laatste jaren wel grondig en die lijken wat marge te hebben om zo'n schok te incasseren, maar België niet. Onze emmer zit vol en dreigt met enkele druppels al over te lopen. En als België niet hervormt en in zo'n perfecte storm dreigt te komen, dan dreigen Griekse toestanden. Die Griekse toestanden, daar wordt al vaak voor gewaarschuwd, maar dat wordt zelden geconcretiseerd. Nu, wat zou dat concreet betekenen? In de wetsraad wordt hier en daar al stilaan hardop nagedacht over dat doemscenario. Dat wil zeggen dat België onder curatele geplaatst zou worden door internationale instellingen zoals de EU of het IMF, of de aanstelling van een technocraatregering, zoals in Griekenland of Italië gebeurde. Dat zou één groot voordeel bieden voor de huidige beleidspartijen. Het zou namelijk uit een politieke verantwoordelijkheid om moeilijke keuzes te maken ontslaan. Het zou natuurlijk wel compleet in strijd zijn met het principe van skin in the game. Dat is de gouden regel dat beleidsmakers zelf iets te winnen of te verliezen moeten hebben en zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun beleidskeuzes.
dat principe is natuurlijk al geruime tijd compleet vreemd aan België, waar ministers zelden ontslag nemen. Afgestraft worden door de kiezer haast een vereiste is om naar een internationale topshop te mogen dingen. En het idee van politieke verantwoordelijkheid niets meer is dan dat. Een efemeer idee. Voormalig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet van Vooruit wordt genoemd in de zogenaamde Uber-files. Journalist Wannes Neukermans met de uitleg. De zogenaamde Uber-files werden gelekt door Mark McGann, voormalig lobbyist voor het alternatieve taxiplatform. Een 24.000-tal documenten onthullen bewijzen van onder andere lobbywerk op het allerhoogste politiek niveau om de grote weerstand tegen de alternatieve taxidienst weg te werken. Er vallen namen te lezen van de huidige Franse president Emmanuel Macron, de voormalige Nederlandse eurocommissaris Nelly Kroes, maar ook toenmalig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet zou enorm nauwe banden hebben gehad met McGann. Die contacten waren blijkbaar meer dan joviaal, er werden tussen de twee heren zelfs seksuele, flirterige berichten uitgewisseld. Het ging er dus niet louter om een professionele relatie. Verschillende partijen eisen dan ook een onderzoekscommissie in de schoot van het Brussels parlement. De Socialistische Partij is intussen wel omgedoopt tot Vooruit, maar een rode vos verliest duidelijk zijn streken niet, zegt Dominique Lotestaal, fractievoorzitter in Brussels parlement voor Vlaams Belang. Begrotingstrucs van oud-premier Guy Verhofstadt en oud-minister van Begroting Johan van de Lanotte zullen de belastingbetaler miljarden kosten. U hoort journalist Anton Schelfout. In 2003 en 2004 kraaide de federale regering victorie. Voor het eerst sinds mensenheugenis kon België een begroting in evenwicht voorleggen. Het was echter louter budgetair kunst en vliegwerk. Om die begroting met zwarte in plaats van rode cijfers voor te leggen, nam de regering onder leiding van premier Guy Verhofstadt, Open VLD, het pensioenfonds van Belgacom, nu Proximus, over. Het leverde 5 miljard euro op voor de staatskas, maar dat geld raakt stilaan op. Dat terwijl de overheid elk jaar nog steeds meer dan 400 miljoen euro aan pensioenen uitbetaalt aan de gewezen Belgacom-medewerkers. Uit een vraag van N-VA-kamerlid Wim van der Donkt blijkt dat er al 4,2 van de 5 miljard euro gespendeerd is. In 2022 zal de federale overheid 411 miljoen euro aan pensioenen uitbetalen. Het jaar nadien gaat het om 438 miljoen. In 2024 stijgt dat naar 448 miljoen. Begrijpend lezen is een talent dat duidelijk onvoldoende aanwezig is in de wedstrijd, vindt onze chef buitenland Michael van Damme. Er is de voorbije week heel wat politieke heisa geweest rond een uitleveringsverdrag gesloten tussen ons land en Iran. Heel wat misverstanden werden de wereld ingestuurd, bewust of onbewust. In werkelijkheid gaat het om een aantal verdragen, eerder gesloten met verschillende landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten of India. Die verdragen moeten nog geratificeerd worden. Men heeft ze in één wetsontwerp gestopt en dat werd dan door de bevoegde Kamercommissie Buitenlandse Zaken behandeld. Nu, de meest omstreden component blijft natuurlijk wel het verdrag gesloten met Iran. Er kwam heel wat stemmingmakerij aan te pas, zonder dat men blijkbaar het verdrag gelezen heeft en weet wat erin staat, maar vooral wat er niet in staat. Samengevat, er staat dat veroordeelden kunnen worden uitgewisseld, maar dat dit steeds geval per geval zal bekeken worden en er sowieso geen ruil kan plaatsvinden als geen absolute overeenstemming bestaat tussen alle betrokken partijen. Opmerkelijk is dat vooral de N-VA hevig tekeer ging en zich heel duidelijk ontwikkelt als de spreekbuis van de trouwens goed georganiseerde Iraanse oppositiebeweging. Nu, de N-VA staat meestal als eerste om te hekelen dat buitenlandse conflicten geïmporteerd worden in de Belgische politiek. En dan denken we natuurlijk aan de kwestie van de Palestijnen, Midden-Oosten en dergelijke. Maar eigenlijk bezonnen ze zich vandaag aan precies hetzelfde door heel duidelijk deze expliciete lijn te kiezen en te verdedigen. De Duitse economie krijgt zeer zware klappen en de Britse premier Boris Johnson neemt ontslag. U hoort journalist Karel de Koning. De Duitse economie krijgt zeer zware klappen. De handelsbalans staat in het rood, de economische groei zakt ineen en de inflatie staat er ook hoog. De motor van de Europese economie sputtert en dat is vooral het gevolg van de eigen keuzes. Duitsland koos er bijvoorbeeld voor om voor 70% afhankelijk te zijn van Russisch gas. En er is de sluiting van de kerncentrales. Ze zijn nu al aan het denken aan de rantsoenering in de winter en wie ze voor hoe lang van elektriciteit zullen afsluiten. Ook de handel met China valt tegen. Als klap op de vuurpijl is er, ondanks de massale instroom van migranten, een tekort op de arbeidsmarkt.
Het zal dus heel wat voeten in de aarde hebben om deze problemen op te lossen. Ook in het Verenigd Koninkrijk was er crisis. Daar kwam alles tot een kookpunt nadat Boris Johnson een politieke bondgenoot wilde beschermen. Chris Pincher had zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en meerdere mannen betast. Het was niet de eerste keer dat hij zich daaraan schuldig zou hebben gemaakt. Johnson wist hiervan, maar benoemde hem toch tot zijn kabinet. Hij promoveerde hem dus. Hij loog over de feiten en verwachtte dat zijn ministers dat ook wilden doen. Dat is spectaculair mislukt. Het was de leugen te veel voor Johnson. De man die de Brexit realiseerde, nochtans een van de belangrijkste gebeurtenissen in de naoorlogse politiek, moet dus na 3 jaar al weg. En eigenlijk lijken er niet zoveel mensen rouwig om te zijn, want achteraf bekeken blijkt dat behalve de Brexit het resultaat van zijn regeringswerk eerder pover uitviel. Alle maatschappelijke problemen die aan de basis van de Brexit lagen, bleven verder etteren. Migratie voorop. Het is nu uitkijken wat de conservatieve partij verder zal doen en hoe ze de kiezer weer wil verleiden. In Nigeria zijn honderden gevangenen ontsnapt door islamitische rebellen. Bij de ontsnapten waren er talrijke jihadistische terroristen. Journaliste Sonja Delmans met het verslag. In de hoofdstad van Nigeria, in Abuja, zijn de vorige week bijna 900 gevangenen ontsnapt. En een van de feiten die genoemd wordt, een van de redenen die genoemd wordt, is dat islamitische extremisten, islamitische rebellen, deze mensen bevrijd zou hebben of geholpen zou hebben te ontsnappen uit die gevangenis. Een aantal zijn weer terug in de gevangenis, maar een groot deel van degenen die ontsnapt zijn is nog altijd vermist. En dat zou dan ook gaan om bijvoorbeeld de jihadisten die in de gevangenis zaten. Wat we in elk geval weten is dat er rond de 65 jihadisten van Boko Haram in de gevangenis daar zaten. Die hebben allemaal weten te ontsnappen. En dit is niet de eerste keer dat dit in Nigeria gebeurt. Ook in 2021 zijn meer dan 2500 gevangenen via dit soort aanvallen op een gevangenis bevrijd. En ook in 2017 hebben we zo'n enorm grote, zo'n massale gevangenisuitbraak nog gehad. In Nederland zit de publieke omroep met een probleem en in de VS wil Elon Musk Twitter dan toch niet kopen. U hoort opnieuw journalist Karel de Koning. In Nederland kwam de openbare omroep in de problemen met het verhaal van een klokkenluider die naar enkele parlementairen stapte met belangrijke feiten. De hoogste ambtenaar die dit moest opvolgen bleek echter een persoonlijke relatie te hebben met NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijksman. En dus verdween het verhaal in de vuilbak. Diezelfde NPO-bestuursvoorzitter bleek bovendien ook een privéreisje te hebben gemaakt met de verantwoordelijke minister. Vandaag heeft ze een politiek benoemde job. De oppositie is erg boos en spreekt van netwerkcorruptie, waarbij men voornamelijk de links-liberale D66-partij op de korrel nam, want die lijkt echt overal tussen te zitten. In Amerika zet de saga tussen Elon Musk en Twitter zich verder. Musk liet weten dat hij het sociale mediabedrijf niet meer wil kopen. Hij had een zeer duur bot uitgebracht omdat hij de vrijheid van meningsuiting wilde herstellen bij Twitter, maar hij zegt dat er te veel bots en valse accounts actief zijn op het linkse platform. Het bedrijf is dus de hoge prijs helemaal niet waard. En hoewel er veel weerstand was bij de eigenaars, waaronder een lid van de koninklijke familie van Saudi-Arabië, en de leiding letterlijk begon te wenen toen Musk de baas zou kunnen worden, blijkt men nu net te eisen dat Musk hen toch opkoopt. Ze dreigen zelfs met een rechtszaak. Musk is er dus in geslaagd om hen meerdere keren te kijk te zetten. Hun ideologische vooringenomenheid, de bedenkelijke bedrijfspraktijken, de vele bots en de overwaardering van het bedrijf zijn open en bloot te zien voor iedereen die dat wil zien. En over willen zien gesproken, de telefoon van Hunter Biden, de getrobeerde zoon van Joe Biden, werd gekraakt. Die maakte zich schuldig aan zoveel zaken dat het ongeloofwaardig lijkt. De media zwijgt als vermoord, maar bij Paul volgde de zaak natuurlijk wel op. We blijven in het buitenland, India deze keer. India speelt een steeds meer opvallende rol in de internationale politiek. India heeft bijvoorbeeld Rusland niet veroordeeld voor de inval en oorlog in Oekraïne en India doet niet mee aan de sancties. Het koopt goedkope olie op van de Russen, raffineert het en verkoopt het met grote winsten in de VS en in Europa. Ik sprak met Dr. Koenraad Elst onder andere over de invloed van het hindoe-nationalisme op politiek vlak en over de rol van India op het internationale toneel. Ik vroeg hem of India een echte supermacht wordt. U hoort Koenraad Elst. Ja, absoluut. Dus de groeicijfers zijn natuurlijk aanzienlijk. Dus hun economie is verder en verder aan het opklimmen in de internationale ranglijstjes.
Zij profiteren ook zeer van hun diaspora. Er zijn enorm veel Indiërs in het Westen actief, onder meer in Silicon Valley, waar het dus een aantal bekende reuzen intussen al een Indische CEO hebben. Daar is een enorme interactie met wat er in India gebeurt, waar ook zo technologiehubs ontstaan zijn. Dus ik denk, behoudens het destabiliseren van India door terreur, door godsdienstconflicten, behoudens dat, is het eigenlijk onvermijdelijk. Het uitgebreide interview met Koenraad Elst kan u beluisteren in 3 delen in onze andere podcast, Een kwestie van geloof. Deel 2 en deel 3 verschijnen de komende 2 zondagen. Een nieuwe week, een nieuwe woke hersenkronkel. Deze keer gaat het over culturele toe-eigening. U hoort opnieuw chef politiek Pieter van Berkel. Culturele toe-eigening of cultuurkaping is volgens activisten die naar eigen zeggen opkomen voor de rechten van etnische minderheden niet erkende of ongepaste overname van een element of elementen van een cultuur of identiteit door leden van een andere cultuur of identiteit. Wat precies bedoeld wordt met niet erkend of ongepast, dat bepalen de activisten natuurlijk zelf. Toeval of niet, de gevallen dat er in Europa ophef ontstond over dergelijke culturele toe-eigening, al die gevallen hadden opmerkelijk vaak betrekking op muziekfeestjes en festivals. Een recent voorbeeld gebeurde in buurland Duitsland. Een blanke zangeres met dreadlocks zou optreden op een klimaatfestival in Hannover, maar de artiesten en haar stinkslierten bleken niet welkom. De haartooi zou volgens de organisatoren een exclusief Afrikaans gegeven zijn. Nochtans werden dreadlocks ook al gedragen door Kelten, Germanen en recenter nog in de 17e eeuw door de Polen. En deze zomer is een house en technofeestje in het West-Vlaamse Avelgem kop van jut. Activisten zijn boos omdat de verplichte dresscode mensen aanspoort om zich door Afrika, voodoo of Rastafari te laten inspireren. Tijd voor de antwoorden op de vraag van de week. U hoort opnieuw journalist Wannes Neukermans. Welke voorwaarden moeten gekoppeld worden aan het minimumpensioen van 1500 euro? Die vraag stelden wij vorige week aan de Paalnieuwslezers. Een pensioen dat volledig gekoppeld is aan de individuele loopbaan, dus zonder minimum- of maximumvoorwaarden, dat is wat 69% van de Paalnieuwslezers wil. Wat kan er nu eerlijker zijn dan een pensioen te ontvangen dat berekend wordt op basis van wat je aan sociale lasten hebt bijgedragen, zegt John E. Daarnaast zorgt een minimumpensioen volgens Dirk voor foute statistieken. Met een minimumpensioen verberg je het aantal leefloners en vervals je de budgettaire politieke statistieken. 27% van onze lezers vindt, net zoals Open VLD en MR, en sinds kort ook Vooruit, dat het minimumpensioen gekoppeld moet worden aan een loopbaan van minimum 20 jaar. Het PS-voorstel van een deeltijdse loopbaan van minimum 10 jaar als voorwaarde voor 1500 euro als minimumpensioen behaalt slechts 1% van de stemmen. Zo, dat was het voor deze aflevering van Paul Rob, uw wekelijkse afspraak op donderdag. Telkens op woensdag verschijnt de nieuwe editie van Politerke op onze website paalnieuws.be, waar u zich ook kan abonneren. En op donderdagmorgen vindt u ons weekblad terug bij de Betere Dagbladhandel. Tot de volgende keer.